laatste fase in van deze dag. En dat is een debat met, het is een beetje een lagerhuisopstelling, dat zie je wel. Hè? Dat, we gaan debatteren over belangrijke kwesties. Dat doe ik niet, maar dat doet de Utrecht Debating Society. Dat is een club hier, daar zien we hier één exponent van, maar er zijn er meer in de zaal. Hier ook de heren van de Utrecht Debating Society. En zij zullen het debat leiden en hebben zich dus ook georiënteerd op onze problematiek. En daar worden wij straks over uitgedaagd. Het is, ik heb begrepen, het is de Utrecht Debating Society, de UDS, is er al sinds 1995. Dus dat is voor generatie 2.0. Dat is ver voor de MOOCs. En zij zullen dus hier laten zien dat je, ook als je uit 1995 bent, dat je dan nog steeds springlevend kunt zijn. Ik wens jullie een goed debat toe. Ja. Oh ja. Beetje dubbel op, inderdaad. Nou, dank u wel. Ja, wij zijn van de Utrecht Debating Society. We gaan zo meteen beginnen met een laagruisdebat, inderdaad. Het idee ervan is nou ja, het een beetje het idee van tv. Je kan opstaan bij de stelling die we zo poneren en dan geven wij u eventueel de microfoon en dan kunt u vervolgens op elkaar ingaan met argumenten om zo het debat verder te gaan. Het is niet de bedoeling dat u elkaar persoonlijk gaat aanvallen of gaat discrimineren of enigszins van dat soort dingen. Ik verwacht dat ook niet vanavond, maar deze debatvorm houden we om het natuurlijk netjes te houden. We hebben ook iets speciaals vandaag om jullie zeg maar te motiveren om echt mee te doen. Zit Niels hier. Niels heeft meegedaan aan het wereldkampioenschap debatteren dit jaar. En hij gaat jureren. En hij zal twee prijzen weggeven. Namelijk eentje voor de meest eloquente spreker vandaag. En maar ook degene die de meeste logica en dus de meest logische en sterke argumenten maakt. Daarvoor zullen wij een prijs weggeven. Namelijk twee heerlijke flesjes wijn. Dus wat we vanavond ook, vanmiddag voornamelijk ook willen horen is natuurlijk wat de studenten er zelf van vinden. Ik weet niet of er veel studenten nu in de zaal zijn. Kun je misschien uw hand opsteken? Mensen die student zijn, oké. Dan verwachten we een heleboel van jou vanavond dus. Laat je vooral horen. Dus, en dan kunnen we kijken, ja, ook voornamelijk wat de kant van de student is, maar in dit geval, ja. Pas afgestudeerde misschien. Anyway. Oké. Hoe we het gaan doen. Ik ga een stelling poneren. En dan mag u eerst uw hand opsteken straks of u voor of tegen bent. En dan ga ik vragen stellen en dan hoor ik graag het liefst wat jullie van deze stelling vinden. En de eerste stelling die wij hebben bedacht is voornamelijk heel erg groot. En denken wij waar het voornamelijk om gaat. Is of open education voor de afname van kwaliteit in het onderwijs gaat zorgen of dan wel niet? Dat is eigenlijk de grote vraag. Kwaliteit in het onderwijs, in de zin van ja, of de colleges beter worden of niet. Dus ja, dan zijn we heel benieuwd om ermee te beginnen. We denken voornamelijk dat er heel erg in bijvoorbeeld het persoonlijk contact misschien kan zitten. Of de kwaliteit, hoe het uitgelegd kan worden in de context zelf van het lesmateriaal. Dus daar horen we graag een mening over. Dus ik ben heel benieuwd wat de zaal kan zeggen hierover. Is er iemand die hier iets over te zeggen heeft? Niet allemaal tegelijk. Wil je eerst weten hoe voor is en hoe tegen? Nou, ik kan kijken zo even. Want ik wil eerst even. Mag ik niet aan het zitten? Moet ik gaan staan? Ja. Okay. Hallo, ik ben Anka Mulder. En de stelling was of online onderwijs tot afname van kwaliteit gaat leiden? Ja, van het onderwijs in het algemeen gaan we het even bekijken. Nou, ik denk dat het tot toename van kwaliteit gaat leiden. Maar ik wil even mag ik een voorbeeld geven? Of ja. Mag dat deze? Oké. Ik hoorde laatst Erik Mazur iets zeggen over kwaliteit van onderwijs. En Erik Mazur is een hoogleraar in Harvard, geloof ik. En die zei van, ze hadden onderzoek gedaan naar de hersenactiviteit van studenten gedurende een dag. Dus wat doen ze 's ochtends en dan ze slapen op een bepaald moment en ze eten en volgen hoorcolleges, doen labtests, kijken tv en gamen. Nou, wanneer denk je dat de hersenactiviteit het laagste was? Tijdens het college. Tijdens het college. En dan nummer twee?
Slapen was nog redelijk hoog. Dus tijdens het televisie kijken en hoorcolleges was de hersenactiviteit bijna brain dead. Dus dat is een element van het onderwijs dat we nu hebben. Nu denk ik niet dat online onderwijs noodzakelijkwijs altijd goed zal zijn. Maar ik denk zeker niet dat het tot vermindering van kwaliteit gaat leiden. Tot verbetering. Oké. Dus stelling, het wordt geponeerd dat studenten niet meer zo brain dead zijn als we het onderwijs gaan veranderen. Zijn er ideeën over misschien? Aan de andere kant van oppositie die gevoerd hierover wordt? Want om eerlijk te zijn verwacht ik niet dat iedereen het ermee eens is dat ze allemaal brain dead in een collegezaal zitten. Erg one-sided. Nee? Nou ja, wat het voornamelijk natuurlijk ook is, als je te maken hebt met brain dead in een collegezaal zit, is natuurlijk, hoe weet je zeker dat die studenten dan niet brain dead zijn als ze achter hun computer zitten? Weet iemand daar een antwoord op? Of zijn ze niet even goed brain dead? Ik zie daar een vinger. Nou ja, de eerste ervaringen met MOOCs die waren daarin wel interessant. Er waren, de eerste MOOC van Sebastian Troen, er waren 200 studenten in zijn collegebanken en 160.000 online. En aan het eind van zijn collegereeks zaten er nog maar 30 in de collegebanken. Die waren het online gaan volgen, die vonden dat makkelijker. Maar van de 200 man die zwaar geselecteerd in de collegebanken zaten, had niemand een perfect score. En degene die het online deden, waren er 248 wereldwijd die een perfect score hadden. Er zaten ook een paar raketgeleerden bij, moet ik eerlijk bekennen. Maar het geeft aan dat daar wel behoorlijk geleerd is. En nou ja, als er 23.000 mensen de eindstreep halen in plaats van 200, dan hebben er toch heel veel mensen heel veel geleerd. Ja. Oké. Iemand anders misschien? Bewijst dit het? Bewijst dit dat ze niet brain dead zijn? Ik bedoel, ik zie hier nog een vinger. Misschien is het zo dat studenten nu vaak soms brain dead in de collegebanken zitten, omdat de docenten vaak op de automatische piloot al 10 jaar lang hetzelfde verhaal afdraait en niet meer inspireert. En als die docent nou getriggerd wordt om eens een keer zijn cursus online te zetten, na te denken over de content die hij presenteert, en dan door 30, 40.000 mensen wordt afgerekend wat hij online heeft gezet, dat verbetert en dan weer terugbrengt naar zijn reguliere college, dan wordt het misschien weer wat spannender. Zijn de studenten misschien wat minder brain dead en krijgen ze wat inspirerend onderwijs, omdat zijn docent zijn ideeën en zijn teaching skills heeft kunnen laten testen door vele tienduizenden studenten in plaats van enkele tientallen die hij normaal gesproken maar krijgt bij zijn evaluatie. Ja. Dus het bereik neemt toe voornamelijk. Ik hoor je zeggen, je heeft het over persoonlijk, het is nog steeds wel belangrijk dat die student in de collegezaal eigenlijk mee gesproken wordt. Is dit zo belangrijk dat je eigenlijk niet dezelfde volwaardige opleiding kan volgen zonder dit persoonlijke contact? Is dat mogelijk? Ja? Ik vrees dat het inderdaad nu mogelijk is. Ja. Omdat je nu kan zeggen van het. Ik heb voorbeelden gehoord waarbij ze zeiden van nee, mijn college mag niet gefilmd worden, want dan blijft iedereen thuis. Dat zijn voor mij hele heftige uitspraken. Want daarmee zeg je dus eigenlijk, gefilmd college voor mij is beter. Maar ik denk dat dat precies, als wat Anka zegt, de huidige brain dead mentality is. Van het one-way streamen van informatie. Het geeft juist, en ik denk dat daar, dat heb ik de hele dag gemist, daar ligt de kans voor de universiteiten. Het geeft een enorme mogelijkheid om dat flip the classroom effect. Zeg, informatie transfer, dat gaat thuis. Ik kan even op pauze drukken. Ik kan eventjes iets zoeken op Wikipedia, terwijl die docent iets aan het uitleggen is. Maar dan komen we op het moment waarin je een nieuwe wereld kan openen. Dat is een wereld waarbij ik eigenlijk denk, waarvoor ik naar de universiteit toe ben gegaan. Wat ik helaas nooit gevonden heb. Maar om geïnspireerd te raken, te leren na te denken, kritisch te analyseren en tot een diepere doorgronding van de stof te komen. En een diepere doorgronding van de stof kan ik alleen op het moment dat ik in discussie ben met mensen. Ja. En niet als ik het one way hoor. Dus ja, ze zijn nu te vervangen. Maar dat biedt dus juist een enorme uitdaging om te komen tot de kwaliteit waarin ik denk dat we allemaal naartoe willen. Yes. Ja.
Ik denk dat het van belang is om een onderscheid te maken tussen waar hebben we het eigenlijk over? Gaat het om het volgen van één cursus of gaat het om het volgen van een volledig curriculum? Bij het volgen van één cursus denk ik dat je heel kan komen met alleen maar online onderwijs. Met het volgen van een curriculum aan de universiteit wordt veel meer geboden dan alleen maar een som van cursussen. Dat gaat om een complement van allerlei activiteiten. Het is ondenkbaar in mijn gevoel dat dat kan zonder interactie met de wetenschappelijke staf en met onderzoek. Dat hoort er allemaal bij. Op een hogeschool is het net zo, denk ik. Dus ik denk dat 1 of 2 of 3 cursussen, als je die gewoon wilt volgen, dat, ik denk dat je heel het kan komen met online onderwijs. Maar zodra je het hebt over een programma wat meer voorstelt, waar de samenhang van belang is, dan is de interactie met docenten en medestudenten ook fysiek, denk ik, aan de orde. Je zult mij niet als verdediger zien, dat begrijp ik, omdat ik van de Open Universiteit kom, van het Hoorcollege. Daar heb ik 20 jaar geleden al van gezegd, dat moet je afschaffen, maar het is nog steeds, wordt het gebruikt als een belangrijke vorm. Dus daar heb ik geen pleidooi voor, maar wel denk ik dat online onderwijs een vorm kan zijn die voor cursussen uitstekend kan werken. Yes. Dus hier lijkt voornamelijk de consensus te ontstaan dat online onderwijs eigenlijk niet het enige kan zijn. Er moet altijd wel weer teruggevallen kunnen worden op een bepaalde manier van debat. Ik zie daar een vinger. Ik vind wel dat je dan negeert dat heel veel mensen succesvol als extraneus volledige curricula doorlopen hebben. En ik denk wel dat met die resources erbij, dat het voor die mensen veel haalbaarder en leuker wordt. Ja. Kleine nuance. In 1998 zijn we begonnen met zowel hetzelfde programma online als live aan te bieden. En toen zag je 2 bewegingen. Studenten van het dagonderwijs vroegen aan de onderwijsdecaan, mag ik de vervangende online opdracht doen in plaats van dat saaie college? Maar wat interessanter was, dat de afstandsstudenten, daar zaten ertussen, die zeiden, ik heb gehoord dat dat college live heel aardig is, mag ik in plaats van die online opdracht live naar jullie colleges komen? En dat werd ook toegestaan. Dus het zit iets genuanceerder, denk ik. Goed onderwijs trekt studenten aan, hoe het ook geleverd wordt. Ik denk dat dat de boodschap is. Volgens mij is een van de belangrijkste dingen, en zeker als je denkt over brain death, dan gaat het over motivatie. Colleges zijn vaak heel demotiverend. Maar er zijn ook docenten die zijn heel erg goed in staat om studenten te motiveren. Online, ik heb er voldoende van doorlopen online courses om te kunnen zien dat de meeste zeer demotiverend zijn. En het is dus volgens mij heel erg belangrijk om na te denken over hoe kunnen we, zoals in mooi Engels heet, tapping into motivational behavior. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. En dat betekent in feite ook dat daaraan gekoppeld het beter inzicht, dat we beter inzicht zouden moeten hebben in hoe we in het algemeen leren en hoe we daarbij aan kunnen sluiten. Yes. Dus we zien hier eigenlijk ontstaan dat, ja, open education, daarmee bereik je een heleboel meer mensen. Wat ik net aan die kant vooraf voornamelijk hoorde, dus dat je natuurlijk de rijkwijd hebt om iedereen wat onderwijs te geven. Maar je hebt dan het probleem dat je ze minder goed kan motiveren. Zijn er oplossingen voor motivatieproblemen te bedenken? Voor om dat online te doen? Kan dat? Dat tipping into motivation? Volgens mij gaat daar juist een heleboel innovatie plaatsvinden. Nu die online courses zo massaal worden, ontstaan er gewoon heel grote datasets over het gedrag van mensen online. En als je die kunt gebruiken om je online materiaal te verbeteren, kun je een innovatiemotor op gang brengen, waardoor dat materiaal steeds beter wordt. Ik ben het overigens eens met een aantal eerder sprekers dat dat nooit alles kan vervangen wat je op een campus doet. Maar voor bepaalde vakken, accountancy, statistiek en allerlei basisvakken, is het nonsens om naar een hoorcollege te gaan met 500 man. In je masterfase zou je toch echt met je hoogleraar in gesprek willen over je thesis. Dat kan ook online, maar dat wil je dan wel 1-op-1 doen en niet 1 op 100.000. Ja. Worden er datasets vallen, ja? En ik denk dat er ook zeker goede voorbeelden zijn door hoe dat dan gaat werken. Want als je bij een aantal van die Coursera-cursussen waar enkele 10.000 mensen aan deelnemen, zie je juist in de fora mensen elkaar opzoeken.
een studiegroep zit en zegt van ik studeer deze cursus online in Amsterdam of in Helsinki. Zullen we vanavond om 8:00 bij elkaar komen in de Starbucks? En dan komen groepjes van 15 mensen bij elkaar om de stof die ze via in zo'n cursus hebben gedaan bij elkaar te komen door te discussiëren. En je ziet zelfs ook docenten die daarvan gebruik maken. Dat is een van de docenten van de Coursera-cursus, Charles Severance, die door zijn baan regelmatig over de wereld gaat. En die heeft gewoon Starbucks coffee hours. En zegt, ik ben nu voor een conferentie en dat. En de docenten die mijn cursus volgen kunnen om 10:00 s'morgens ben ik van 10 tot 11 in die Starbucks in die stad. En hij maakt elke keer foto's van. Dat zet hij ook online. En dan moet hij met enige regel maar 10 tot 20 studenten uit zijn cursus. En dan heeft hij echt over de hele wereld heeft hij nu een hele gallery van dat soort momenten dat hij zijn studenten ontmoet. Terwijl hij normaal gesproken 20.000, 30.000 studenten lesgeeft via zijn online cursus. En zo zie je dat de werkelijke wereld en de virtuele wereld elkaar op die manier heel erg kunnen raken en kunnen versterken. Dus we horen daar eigenlijk inderdaad, nou ja, het is wel mogelijk door een soort college tour te geven als het ware in Starbucks, dat je dan alsnog eigenlijk de passie kan vinden met elkaar. Ik wil het debat iets verder brengen. Ik hoorde net het woord datagebruik vallen. En nou ja, we kennen allemaal het idee datagebruik natuurlijk ook voornamelijk in sociale media en LinkedIn, waar data veel gebruikt wordt om gedrag te voorspellen. Nu is daar ook veel kritiek op gekomen natuurlijk in de loop van de tijd. Met name in wat betreft de privacy issues en wat gebeurt er met die data. Is daar wat voor te zeggen? Gaan die onderwijsinstellingen per definitie goed om met die data? Of moeten we dat twijfelig zien? Volgens mij zijn er ideeën over. Ik zie hier een hand. Kijk, ik denk dat er ongetwijfeld organisaties zijn die daar niet goed mee omgaan. Maar dit is allemaal in ontwikkeling. Dus dat betekent dat als je van die data gebruik wil maken, want dat is wel een belangrijke bron. Als je als instelling studenten hebt die online zitten en je hebt er veel meer, dan kun je daarin ook zien wie zijn de goeie, wie zijn de excellenten enzovoort. Sommigen die je heel goed vindt kun je een beurs aanbieden, dan moet je wel weten wie het is. Dus dat veronderstelt ook dat je reglementen hebt of protocollen over hoe je met die data omgaat. Dus ik kan mij voorstellen dat als je daar op barrières stuit, dan krijgen we eerst een schandaal ergens of zo. En vervolgens zul je dus zien dat als je je inschrijft voor een cursus, dat je gevraagd wordt om akkoord te gaan of niet met een bepaalde voorwaarde hieromtrent. Maar ik heb er niks tegen. Ja. Zegt dit iets over wie open education mag instellen? Want het gaat misschien wel om persoonlijke gegevens, maar ook om andere gegevens. Eventueel, mag iedereen zo'n instelling starten? Nou ja, volgens mij is dat nu waarom er in Silicon Valley allemaal venture capitalists in Coursera en in Udacity stappen. Die willen daar geld aan verdienen. Die kenmerken die daar in die databases ontstaan, daar zit de business case voor hen. Daar gaan ze aan verdienen. En als student word je daar gewoon om gevraagd nu bij Udacity. Vind je het goed dat ik je cv, want je staat in de top 10, even bij Google aanbied, dan krijg ik daar de wervingsfee voor. Nou, dat vinden de meeste studenten helemaal niet zo vervelend. Win-win situatie. Oké. Okay. Nou, we hebben nu al wat gehoord over het persoonlijke aspect. En nou ja, volgens mij kunnen we ongeveer concluderen dat het wel beter is als er nog persoonlijk contact is tot zekere mate met de hoogleraar, omdat dat toch altijd net iets meer kan uitkristalliseren. Maar om verder te gaan op dit onderwerp is het voornamelijk ook misschien de vraag, hoe weet je zeker dat die kwaliteit van dit onderwijs ook goed is in de zin van de inhoud? Want immers kan iedereen wat op internet zetten, horen we al net. En het zit er voornamelijk in voor sommigen misschien om alleen maar geld te verdienen. Is het dan niet zo dat we juist daar stevige controle op zouden moeten uitoefenen? Iemand ideeën? En het liefst misschien iemand die wat minder hebt gehoord nog, achterin. Participeer vooral, ik zag daar wel een hand, dus daar zo. Kijk. Dit is voor mij betreft een beetje dezelfde discussie die misschien 10 jaar geleden plaatsvond als het ging over encyclopedia's in Wikipedia. Hoe houden we nou in godsnaam in de gaten of de kwaliteit van Wikipedia goed is? En vervolgens bleek dat inderdaad zo'n beetje 1 miljard mensen naar Wikipedia kijken die allemaal de kwaliteit in de gaten houden. En je ziet dus dat het hele corrigerende effect daarvan uiteindelijk heeft geresulteerd in de beste encyclopedie. Elke student die gaat eerst kijken naar Wikipedia, hoewel dat niemand heeft gecertificeerd, niemand heeft daar een stempel op gegeven, dit is altijd goed. Je kijkt daar eerst
En je kijkt er wel kritisch naar, maar over het algemeen kom je tot de ontdekking dat het toch wel heel goed is, doordat het zo peer-reviewed is met zoveel deelnemers en veel beter peer-reviewed is dan vele wetenschappelijke artikelen van iemand die dan inderdaad, om zijn vier een beetje op te schuiven, inderdaad nog wat lastige vragen stelt en in de hoop dat het artikel beter wordt. Dus ik denk, ik kijk weer naar wat hebben we nu, hoe gaat dat nu in zijn werk en hoe heeft die online onderwijs, zoals in Wikipedia eigenlijk ook is, zich ontwikkeld. Nou, ik mag mijn handen in mijn handen knijpen als we ons wetenschappelijk onderwijs op dezelfde wijze, op hetzelfde niveau als Wikipedia krijgen, dan denk ik van nou, daar maak ik me nergens geen zorgen meer over. Oké, okay. Voor Wikipedia werkt het ook, dus voor education ook. Is iemand het met hem eens? Ja. Ik zie daar achter een hand, Valerie. Tegelijkertijd zie je dat, zoals laatst een MOOC over hoe je online onderwijs opzet. En die is niet goed georganiseerd en is gigantisch afgebrand. Dus nou, er ontstaat een discussie, mag je nog wel fouten maken? Nou, misschien moeten we dat als stelling neerleggen. Mogen we nog fouten maken? Ja. Ik denk dat het wel een goede vraag is. Mogen ze fouten maken? Ik denk juist dat je fouten moet maken, want daar leren we het meest van. Over die MOOC die afgebrand werd, ja, dat was het gevolg omdat de docentenkwestie zich had misgecalculeerd dat je als je met 10.000 studenten iets start, dat je dan niet een tool moet doen die je met 50 mensen tegelijkertijd kan gebruiken. Dan gaat het helemaal mis en dat is wat er bij die MOOC gebeurt. Dus hij zet een tool in waar maar 50 mensen tegelijkertijd konden gebruiken. Ja, dat loopt dan falikant mis. Puur uit de praktijk, wij hebben nu onze MOOC 4 weken lopen. En als je dan kijkt van kwaliteit, ja, de community corrigeert je. De docent in ons geval had een fout gemaakt in 1 quiz. Nou, daar wordt gelijk over in de forum gezegd van, hey, maar dat antwoord, dat klopt niet, die quiz, dit antwoord mogelijk, ja, dat moet iets anders zijn. En er wordt gelijk op gereageerd. Onze docenten zijn geen native speakers, dus er zijn hier en daar wat foutjes gemaakt tegen de Engelse grammatica. Daar wordt gelijk gebruik van gemaakt in de fora om daarop te wijzen. De studenten corrigeren de docenten, hebben daar ook geen schroom voor en daardoor wordt de cursus beter. Onze topics over wat. We hebben expliciet topics opgenomen. Wat zou je aan de platform willen verbeteren of willen veranderen? Nou, dat zijn hele populaire topics. Mensen brengen allerlei ideeën en veranderingen in. Dus ja, de community helpt je gewoon je eigen platform een stuk te verbeteren. En helpt ook de inhoud van de cursus te verbeteren. De community helpt verder. Ja. Ik denk dat daarin ook een belangrijke verandering is van een docent. Een docent moet ook openstaan voor fouten die hij kan maken. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk daarin. En misschien door het maken van fouten krijg je kennisdeling. Als je met elkaar overlegt, hoe kan het anders, hoe kan het beter. Dus dat was meer een toevoeging, denk ik nog. Ja. Dus kennis wordt verbeterd, maar de docent moet openstaan. Wordt een docent gepusht om te conformeren als die altijd maar aan de community doen? Mag die nog wel controversiële onderwerpen aankaarten op zulke momenten? Wat misschien juist belangrijk is voor een docent? Wacht even. Einstein die twijfelt aan het bestaan van ether en daarom de relativiteitstheorie als enige ontdekt? Ik weet het niet. De meerderheid zou zeggen, daar zijn we het niet mee eens. Er is ether en daar moet door de ether beweegt zich naar van alles. Een mook in de middeleeuwen, de meerderheid stelt vast dat de wereld plat is en de rand kun je eraf vallen. Dus dat meerderheid vanzelf tot kwaliteit leidt, dat betwijfel ik ten zeerste. Ik zou toch door instituten wat kwaliteitsbewaking willen hebben. Hè, zoals het vroeger ging, wetenschappers bestellen samen vast of wat Jantje schrijft in een wetenschappelijk tijdschrift mag. En dan is voor een half jaar weer de wetenschappelijke kennis aangepast. Jaren 60, AD de Groot, methodologie. Ja, dus dan zou er controle op moeten komen. Ik heb in deze discussie, bekruipt me soms een wat vreemd gevoel, alsof er zijn een heleboel punten die hier naar voren komen, die worden gefocust op online onderwijs, terwijl die gewoon tamelijk breed zijn. Hè? Ik denk bijvoorbeeld, ik heb net een warm pleidooi gehouden voor online onderwijs, maar het is een middel, hè? Het is niet een doel. En je kunt allerlei vormen van gewoon onderwijs volgen, gewoon door de libellen te lezen of zo, en dat is niet geaccrediteerd. Of door een opleiding te doen bij de VU, dus wel geaccrediteerd. Dus als je zeker wil weten, is dit kwalitatief aan de maat, dan ga je naar de VU en niet naar de libellen, denk ik. En hetzelfde heb je online.
Dus online kan je allerlei dingen bekijken of bestuderen. Heel interessant. En als je zeker wil weten dat, dat je er iets mee kunt, dat je er een diploma voor krijgt, moet je zorgen dat je een online opleiding doet die geaccrediteerd is. Dus snap je mijn punt? Ja. Heel veel van deze thema's gelden voor online, net zoals voor gewoon onderwijs. De keuze ligt eigenlijk bij, degene die de opleiding wil gaan volgen. En als je een online opleiding doet, dan houdt het snel in dat dat eventueel iets minderwaardig zou kunnen zijn. En dan is dat dicht aan jezelf. Hou eigenlijk dat er een beetje... Nou ja, u zegt de online opleiding volgen, dat, ja, dat kan eventueel slechter uitpakken. Maar dat, ja... Gaan we even terug? Dan heb ik het niet goed begrepen. Nee, dan heb ik het verkeerd uitgelegd. Ik denk online is een middel. En het is geen doel. Dus online kan slecht zijn en online kan ook goed zijn. De discussie die we hier hebben gaat over allerlei dingen die zowel voor het online onderwijs gelden als voor gewoon onderwijs. Mijn punt is niet dat online, als je dat gaat doen, dat je dan het risico loopt dat het slechter is. Nee, het kan gewoon informatie zijn die je online vindt, maar als je zeker wil weten dat je ermee aan de slag kunt, hè, dat het heel veel waarde heeft en dat het allemaal juist is, dan moet je zorgen dat je het geaccrediteerd doet. Maar datzelfde geldt voor de gewone wereld, dus de niet-virtuele wereld. Heel lang verhaal en zo te zien is het niet duidelijker. Nou, wat ik eruit haal, een opleiding moet geaccrediteerd zijn en als die niet geaccrediteerd is, ja, dan neem je iets meer risico. Met een opleiding die minder geaccrediteerd is, want het is immers net zoals dat je je bron de libellen zou gebruiken. Is dit waar? Ik zie daar een... Ik denk dat die accreditatie een schijnwerkelijkheid is. Eens in de 4 jaar komt er een commissie langs en die kijkt of de papieren allemaal in orde zijn. Wat er achteraf in deze hele enge zaaltjes die wij collegezaal noemen gebeurt. En dat weet niemand. Het frappante juist van online onderwijs is dat iedereen kan het zien. Iedereen kan er een oordeel over vellen. Het is dus de grootste openbaarheid die je kan krijgen. En als iemand het aandurft om daar inderdaad op dezelfde manier mee om te gaan, dan is er een eng zaaltje en dan inderdaad studenten afblaft of weet ik wat voor zaken. Dat gebeurt dus niet. Dus ik denk dat de openbaarheid uiteindelijk altijd kwaliteitsverhogend is. En degenen die slecht zijn, die worden zelf weggeaccrediteerd, want die krijgen geen klanten. Dus ik denk de openbaarheid die garandeert niet altijd kwaliteit, maar biedt op een veel grotere wijze, wat ik dan elke keer zeg, peer-reviewed door de hele wereld. En dat leidt eigenlijk altijd tot meer kwaliteit. Ik krijg hier een vreemd verzoek achter mij. Maar Niels heeft hier wat al te zeggen als student zijnde. Doet hij het al? Ja. Oké. Okay. Maar volgens mij was de discussie ook voornamelijk over wat de meneer naast u zei. Over onderwerpen die eerst door bepaalde hele slimme mensen worden bedacht en niemand anders denkt dat die waarheid heeft. En wat het probleem is, denk ik, als je het openbaar maakt, dan word je niet meer door misschien 3, 4, 5 collega's belachelijk gemaakt. Maar door 10.000 mensen die zeggen, wat zeg jij nou, dit is helemaal niet wat wij nu allemaal denken. Hou op met die rare dingen vertellen. En daardoor zal misschien het... onderzoek naar nieuwe gedachten over die zaken misschien eerder worden afgeblaft, omdat de hele community over de hele wereld zegt dat je rare dingen doet. Als die meneer zich opgeeft, dan maar even. Zoals ik een gemiddelde wetenschapper ken, er zijn voldoende wetenschappers die het tot een eigen erkenning beschouwen als zij een eenling zijn en een afwijkend standpunt hebben. Dus ik denk dat de gemiddelde wetenschapper zegt van ik conformeer me per definitie aan de massa. Dat is niet de wereld die ik als wetenschappers ken. Die gaan er gewoon harder aan werken. Met andere woorden komen ze misschien wel tot snellere resultaten om hun bewijs van hun gelijk. Ik zie daar mening. Ik denk dat het verstandig is om een onderscheid te maken tussen leermaterialen en het onderwijs als zodanig. En volgens mij was de stelling in het begin, had die te maken met de leermaterialen. Is de kwaliteit van de leermaterialen te verhogen door met open modellen te werken of niet? En mijn stelling is, hoe opener je het leermateriaal produceert, hoe beter de kwaliteit zal kunnen worden. Eigenlijk is het al gezegd door de collega uit Delft. Dus als het om leermaterialen gaat, dan kan je niet beter doen dan het open te maken. Want je krijgt commentaar van studenten, van medewetenschappers en dat kun je allemaal gebruiken. Hoe meer je het sluit,
hoe meer je daarvoor afsluit, ook voor dat commentaar. Dus het is alleen maar een garantie tot betere kwaliteit. Wat niet wil zeggen dat je niet toch nog iets zou kunnen bedenken om dat wat beter te organiseren. Ik sluit niet uit dat het verstandig is om daar iets voor te bedenken. Maar wat mij betreft is de stelling klip en klaar. Hoe opener het leermateriaal, hoe beter de kwaliteit zal kunnen worden. Voor het onderwijs heeft Anka helemaal gelijk. Ik vond het ook een beetje verwarrend als je dus naar het totale onderwijs kijkt. Online onderwijs, ja, dat kan goed en kan slecht zijn. Net zoals een hoorcollege heel goed kan zijn, maar ook verdomd slecht. Dus daar zit een hele scala aan kwalificaties aan vast. Maar voor de leermaterialen is er geen discussie meer nodig, volgens mij. Iemand een reactie? Hier vooraan. Of wacht, nou ja. Ik wil nog enige nuancering aanbrengen, want als ik jouw vraag net ook goed begreep, ging het ook over van, als een docent kan misschien wat controversiële onderwerpen in het college aan het bod brengen, dat hij online zou willen. Je ziet bijvoorbeeld dezelfde discussie ook in Wikipedia. Er zijn een aantal onderwerpen in Wikipedia die bevroren zijn door de bureaucrats van Wikipedia, omdat die onderwerpen zo controversieel zijn en zoveel emoties oproepen, dat daar moderating en structuur voor nodig is. En hetzelfde geldt natuurlijk. Er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen in de wetenschap. En die zitten natuurlijk met name in de maatschappijwetenschappen en in de humanoria. Die zo controversieel zijn of zo lastig zijn. Dat een docent dat wel in de veiligheid van een collegezaal met 50 of 100 studenten daar heel controversieel over wil, kan dus discussiëren. Maar als je dat brengt naar 100.000, 200.000 studenten, moet je er goed over nadenken. En de vorm die je kiest, dat kan je niet zomaar op de huidige manier doen. Je kan als een docent bepaalde maatschappelijke tendensen aan de kaart wil stellen. Ik bedoel, kan het in een college dat doen zonder dat hij zijn eigen veiligheid in gevaar brengt. Als een docent, kijk alleen maar naar de maatschappelijke gevolgen met het islamdebat die we de laatste 10 jaar in Nederland hebben gehad. Dat zijn onderwerpen die je aan de universiteit en een college wel kan doen. Als je diezelfde debat in een groot kader zou doen, is dat een stuk lastiger, moet je er goed over nadenken hoe je dat zou aanpakken. En dat zijn natuurlijk heel andere dingen. Als je zegt van ik heb een vergaande wetenschappelijk inzicht en dat wil ik delen met de wereld, ondanks dat mijn peers dat niet mee eens zijn. Dat is wat anders als je in je onderwijs een maatschappelijk probleem aan de orde wil stellen, wat misschien niet helemaal handig is om dat gelijk voor de hele wereld open en bloot open te zetten. Dus daar moeten we wel over nadenken hoe je dat soort onderwerpen en dat soort discussies gaat moderaten en gaat begeleiden, zonder dat daar gelijk allerlei persoonlijke consequenties aan vastzitten. Ja, dus heb je net zoveel vrijheid van spreken of vrijheid van meningsuiting eigenlijk in het online open onderwijs? Daar wil ik wel op reageren, want ik heb de andere kant, is het ook de andere kant op, dat er in een collegezaal ook van alles wordt gezegd wat absoluut niet waar hoeft te zijn. En ik heb er ook wel eens voorbeelden van gehoord dat docenten helemaal verouderde theorieën vertellen en zulke dingen. En juist nu door die openheid worden ze daar eerder op gecorrigeerd. Dus het is ook dus beide kanten op, ja. Wat mij opvalt, volgens mij de zoektocht in jullie vragen is naar van, krijg je niet een soort conformisme of vervlakking straks? Ik denk ja, voor de bulkvakken, accounting, iedereen weet nu, je moet naar Brigham Young. Dus je zult straks veel minder keus hebben tussen het aantal aanbieders en een aantal variaties. Maar je zult wel hele goede keus hebben. Maar voor de kleine dingen, de controversiële dingen, zul je eerst heel veel keus houden. Daar zul je misschien geen massa mee halen, maar daar zul je altijd je niche kunnen vinden online. Want ja, het staat je gewoon vrij alles online te doen. Dus er zal, welk controversieel onderwerp je ook hebt, gewoon ruimte zijn om je mening te ventileren. Maar ja, voor de bulkvakken, voor die 80% in je eerste jaar, die kun je ook gerust bij een hele goede starteacher gaan halen. En ik verwacht dus dat er een selecte groep starteachers zal ontstaan. En die hebben de universiteit eigenlijk niet meer nodig om hun publiek te bereiken. En het is dus interessant om te kijken hoe je dat soort starteachers aan je verbindt of verbonden houdt. Oké. Ja, dus voor bepaalde onderwerpen hoef je niet te conformeren, want als ik het goed begrijp, daar kun je eindeloos discussie over blijven voeren. En wordt ook niet gevoelig. Zijn er meningen over? Want er zijn wel meerdere. Ja? Nou, kijk, als je de discussie hoort, dan is online materiaal is over het algemeen zit heel goed in elkaar. Want anders kijkt niemand ernaar, zal maar zeggen. Dus inhoudelijk zit het goed in elkaar, het klopt. Tweede is dat je er heel erg op zult letten dat je de student vasthoudt. Want je ziet hem niet. Dus je moet zorgen dat er af en toe een vraag tussen zit of een grapje of even met je hoofd erin. En dan blijft het levendig. Dus dat gaat ook, dat is ook een aparte ontwikkeling. En dan gaat het erom, wat zeg je dan als docent of wat is je theorie? Nou, dan zul je in een heleboel gevallen gewoon zeggen wat je vindt en wat de waarheid is. En soms zijn er momenten of onderwerpen waar je voorzichtiger bent. En dan heb je
als docent of als je online materiaal opneemt, heb je die grote wereld voor ogen. Dus die grote wereld die zorgt ervoor dat jij sommige dingen wel zegt en andere niet. En het is ook zo dat de maatschappelijke reactie daarop, als je iets doet wat verkeerd is, die kan ook verschrikkelijk zijn. Zal ik even zeggen, heel praktisch, kan je omhoog gooien, maar ook naar beneden. Als er een feestje in Haren is, dan loopt half Groningen leeg. Nou, straks is die docent opeens Haren geworden, snap je? En dan staan ze allemaal in zijn tuintje. Dat kan ook nog, hè? Nog heel even. Ja? De criminoloog Buikhuizen, dat is een bekend voorbeeld in Nederland. Criminoloog Buikhuizen in de 70e jaren wilde onderzoek doen naar zal maar zeggen, biologische verschijnselen en crimineel gedrag. Die man is afgebrand in de media en niemand doet daar iets tegen. Als dat eenmaal begint, dan zeggen anderen, ho ho ho, die wil ik niet bij horen, want dan krijg ik ook een veeg uit de pan. We zijn een dapper volk. 40 jaar wordt hij gevierd. Oké. Okay. Eén tegelijk, alsjeblieft. Alle opmerkingen achteraf. Oké. Okay. Maar wat ik er voornamelijk dus uit opmaak, is dat je inderdaad open education, dat je dat kan gebruiken. Als ik het hele verhaal zo bij elkaar hoort. Om elkaar te peer reviewen, om een kwaliteit te verrekenen. Dit werkt zeer goed met een differentiaal vergelijking die verkeerd wordt uitgelegd. Maar werkt dit net zo goed voor een. Voor bijvoorbeeld een strafrechtelijk college over rechtvaardigheid en misschien zelfs onderwerpen als pedofilie worden besproken, daar wordt het wat moeilijker voor als ik het hieruit een beetje kan distilleren. Heeft iemand hier commentaar op? Ik kan toelichten, wij gaan op Coursera ook een MOOC draaien over terrorisme en counterterrorism. En daarin hebben we precies deze discussie ook gehad. Want het is natuurlijk een potentieel een onderwerp waar allerlei verkeerde mensen met verkeerde bedoelingen op af kunnen komen. En hoe ga je dat handelen, hoe ga je dat tackelen? Ik denk niet dat we er. Ja, je wordt voorzichtiger in je formuleringen. Maar wat we vooral willen doen is er altijd verschillende kanten van de zaak belichten. Dus als je een voorbeeld noemt uit een terrorist uit Europa, dan ook een terrorist uit. Want wat is terrorist? Voor de ene is het een held, voor de ander is het een terrorist. Dus altijd de verschillende perspectieven inbrengen. En ook werken aan hoe kun je de deelnemers hun eigen perspectief ook in discussies laten inbrengen. En daar weer over hebben met elkaar. Nee, ik zou niet uit de weg willen gaan, want het lijkt me juist een geweldig onderwerp. En de docent hoopt er ook weer heel veel input uit te halen voor zijn eigen onderzoek en daar ook data voor te verzamelen samen met de deelnemers. Dus het is een prachtkans. Het gaat er meer om, ga je de waarheid vertellen of ga je de discussie aan? Oké. Dus daar zit het verschil in. Dus een docent zou eigenlijk de meerdere discussiepunten eigenlijk zoveel mogelijk moeten vertellen en dan kan de student er eigenlijk als het ware uit kiezen. En dan kan je nooit de fout maken. Ik zie daar een vraag. Ik denk dat wat mevrouw daar juist zei, dat heel correct is. Maar u hebt het misschien niet zo goed samengevat. Het gaat erom dat uw student in discussie gaat met de persoon die doseert. Niet dat die een optie heeft tussen verschillende discussiepunten. Die gaat in discussie. En dat is een vorm van MOOC die niet altijd gebruikt wordt. Dus als je het model gebruikt van één to many, one to many, dan kom je in de problemen met zulke thema's. En dan moet je de kritische student onder elkaar, misschien kunnen ze dat uitvinden, maar je moet de MOOC openen naar discussie en peer learning en alle vormen van didactiek die dat maken dat de kwaliteit stijgt. Oké, dus de discussie moet dan gedaan worden. Ik hoor het punt discussie weer, daar hadden we het in het begin ook al even over. Dan denk ik dat het interessant is. Dus is die discussie over die onderwerpen die waar we het dus net over hebben, die controversiële onderwerpen, is dat mogelijk in een MOOC? Want ik hoor daar een ja. Is er iemand die daarmee oneens is? Dus een discussie als net geponeerd werd over een gevoelig onderwerp, is dat mogelijk? Ja, ik zou zeggen, je bent geen politiek, je bent een. Ja, je bent een wetenschapsinstelling en het kern van wetenschap is toch eigenlijk altijd objectiviteit. En daarom vind ik de houding vanuit Leiden heel sterk, is van, je gaat geen mening neerzetten.
Je gaat ook geen feiten neer. Je legt alleen maar feiten neer. Je gaat niet hele dingen die ter discussie staan, zijn dus, die kan je als mening brengen, maar die kan je ook als objectieve beschrijving brengen. We zien hier een groep die doet dit en die denkt dit en die heeft dit en dat, die een kenmerk. We zien hier een groep daar. En zonder dat jij daar enige vorm van mening over geeft. Eigenlijk alleen maar blootleggen. En dat jij daar in totaal niet in ter discussie staat. Ik denk ook eigenlijk dat dat de rol van de wetenschap is. En dat dit het anders maakt dan een lagere huis of een politieke bedoeling. Ja, ik denk dat objectiviteit hier voorgesteld wordt als iets wat bereikbaar is. Ik denk dat dat een illusie is. Met andere woorden, het feit dat je een onderwerp kiest, betekent al dat je een keuze hebt gemaakt. Dat je denkt dat de discussie daarover belangrijk is, betekent ook dat je een keuze hebt gemaakt. Ik denk dat we daar dus heel voorzichtig mee moeten zijn. Een andere reden is, we hadden het algemene onderwerp is kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit is natuurlijk een containerbegrip. Maar zeker als het gaat over keuze van onderwerpen en wat je wel en niet kunt doen. Er gaan discussies over MOOCs die toch vooral tot doel hebben als cultureel imperialistisch instrument ingezet te moeten worden. Dat betekent dat je mensen ten zuiden van de Sahara kunt bekeren. En mogelijk ontvankelijk kunt maken voor allerlei westerse producten. En ik denk dat we die discussie zeker niet uit de weg mogen gaan als het gaat over kwaliteit. Oké, dus voortgaand op het debat over meningen geven op online onderwijs, zouden bepaalde culturen, dus als ik het goed begrijp misschien uit Afrika, mogen die de kans hebben om zelf hun eigen vorm van wetenschap te leren bedrijven voordat wij er overheen gaan, als het ware, met een online onderwijsmachine. Ik zie daar een meneer al lang met een hand op. Ja, ook daarin kunnen we natuurlijk uitgebreid met elkaar discussiëren. Maar als ik gewoon in de wereld rondkijk en dan zie ik televisiezenders die over de hele wereld uitzenden. Ik zie films die over de hele wereld verspreid worden. Ik zie op een gegeven moment nieuwszenders die uit Arabië de hele wereld proberen te bestrijken. Dus laat ik zeggen, in het dagelijks leven is deze internationale competitie van beïnvloeding is in hoge mate aan de gang. En dan heb ik toch niet de illusie dat we juist op het gebied van onderwijs dit nou even netjes kunnen regelen door te zeggen van dit mag wel en dit mag niet, want zo is het imperialistisch. Ik denk dat het zo het dagelijks leven in elkaar zit en onderwijs is gewoon de weerslag van het dagelijks leven. En een ander ding, wat als veel mensen meekijken, wat een typisch kenmerk is van online onderwijs, een belangrijk onderdeel in de wetenschappelijke wereld, waar veel universiteiten hier ook mee bezig zijn, is wij gaan naar internationale congressen. Wij gaan dan in wezen als onderzoeker, laat je zien wat je gevonden hebt, eigenlijk in de hoop daar ook respons voor te krijgen. Dus je zoekt een platform, je zoekt gewoon de dialoog met elkaar. Daar wordt de wereld beter van. En of het nou politiek of dat het wetenschappelijk is, hoe meer mensen meekijken, hoe meer mensen kunnen reageren. En ook daarin zie je dat we in ons onderwijs wordt een belangrijk deel van het onderwijs uitgevoerd door promovendi, mensen die net gepromoveerd zijn, het meest recente onderzoek wordt gepresenteerd. Daar wil je respons op hebben. Nou, en juist dit is ook weer het platform. Dan hoeven we niet elke keer die mensen naar grote conferentieorde, hoewel Bali natuurlijk fantastisch is, te sturen. En om een beperkt zaaltje, een beperkt aantal mensen die toevallig op dat moment het kunnen betalen om daar aanwezig te zijn, laten reageren op het baanbrekend onderzoek wat ze gedaan hebben. Dus gewoon die vergroting van informatie. Het is de boekdrukkunst die opnieuw in wezen is uitgevonden in een veel grotere schaal. Volgens mij zijn daar wel reacties op. Ik zie daar achter. Waar in het verleden boeken uit westerse landen van Springer en van Elsevier en noem ze maar op werden gebracht naar Afrika, is het nu de mogelijkheid om daarvan af te komen. Afrikanen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van leermaterialen. Dat doen ze dus ook al. En Afrikanen zijn self-confident genoeg, wil ik maar even zeggen, om te voorkomen dat die neo-imperialistische beweging met content zou kunnen plaatsvinden. Een mooi voorbeeld is de African Virtual University. Dat is een conglomeraat van verschillende universiteiten, die hebben iets van 200 cursussen gemaakt in 4 verschillende talen, waaronder Portugees. Dat Portugees, in de Portugese taal gemaakte materiaal wordt meer gebruikt in Brazilië dan in Portugal zelf, dan in Afrika. Dat betekent dus dat er een mooie beweging zichtbaar kan gaan worden. Ik wil het niet idealiseren, maar het kan dus wel, juist omdat je open werkt, is er nu een mogelijkheid om van die imperialistische beweging af te komen. Je kunt zelf de diaspora die in de Verenigde Staten zit van Afrikanen, kun je vragen om iets terug te doen voor hun land.
En ze zijn, wie weet, vast wel bereid om daar wat aan bij te dragen. Dus anders dan voorheen, toen het helemaal niet kon, het was gewoon uitgesloten, zijn er nu in ieder geval mogelijkheden. Yes. Ja, volgens mij is het ook, je kunt het ook helemaal andersom zien. In Corsair, net werd de Starbucks al genoemd. Er zijn allerlei MOOC-meetups over de wereld. Er gaan mensen bij elkaar zitten in een theehuis of in een koffiehuis. Maar er zijn ook mensen die zich online juist in groepen bewegen die heel internationaal zijn. Omdat ze het veel interessanter vinden om over criminaliteit vanuit interculturele perspectieven te kijken dan met alleen de mensen uit hun eigen provincie. Dus je krijgt ook de mogelijkheid om met allerlei mensen wereldwijd de connectie aan te gaan. Ja, dat is iets anders dan cultureel imperialisme, lijkt mij. Dus het debat wordt geopend, ook voor mensen in andere culturen. Meneer? Ja, een korte reactie. Ik denk dat het optimisme hier lijkt te zegevieren. Ik denk dat het goed is om te bedenken dat ook andere partijen met minder goede bedoelingen gebruik kunnen gaan maken van de mogelijkheden die bijvoorbeeld MOOCs. En ik denk dat we er daarom ook goed over na moeten denken. In het verleden, we weten dat de businesses enzovoort die over de wereld proberen hun geld te verdienen. Dat is niet zo simpel als dat we het hier voorstellen. En ik zou eigenlijk verwachten dat er wat meer realisme in de zaal zou zitten. Ja, hierop aansluitend, Anke liet een sheet zien van Moody's analyse. En daar stond bovenaan wie winnen, dat zijn de companies die zich het beste branden. MIT en er stonden nog wat voorbeelden bij. Daar stond niet de mensen met de hoogste kwaliteit winnen. Dus is het, dus is het online debat mogelijk als het waarschijnlijk de Ivy League colleges zijn dus die de boventoon zullen voeren? Ja, maar ik denk dat die Ivy League universiteiten niet voor niets in die top zitten. Ik denk dat ze ook wel iets goed doen. Oké, ze hebben de positie verdiend. Ik zie daar. Het is misschien een beetje hier zijdelings al een aantal keer genoemd, maar ik denk, het lijkt soms alsof we ervan uitgaan dat we eenzelfde antwoord hebben op wat is goed of wat is waar. En ik denk dat het juist daarover gaat en dat deze beweging die ruimte geeft. Wat leren we eigenlijk? Wellicht ligt dat veel meer in niet hoe werkt het of hoe zit het, maar om te beoordelen of dat werkt of hoe dat zit voor mij. En ik denk dat, wellicht het ook daar nu even, want wie bepaalt dat? Er werd de meerderheid gesuggereerd, de elite. Maar misschien moeten we mensen veel meer scholen om dat zelf te beoordelen. Ja, dat wordt te makkelijk voorgesteld. Wacht even hoor. Het wordt te makkelijk voorgesteld alsof waarheid objectief is. Een heel mooi voorbeeld van een docent die aardrijkskunde onderwijs geeft. Veiliger vak is er niet. Maar ze heeft kinderen in de klas die een wereldbeeld hebben waarbij de wereld pas 5000 jaar geleden geschapen is. Dus Mesozoïcum. Dan laat zij de jaartallen bij weg. Dan kan ze toch met die leerlingen over Mesozoïcum praten. Maar het klopt niet. Die jaartallen in dat model zijn zo lang geleden. Ver voor 5000. Nou ja, het is wel duidelijk. De werkelijkheid is complex. Ik ben het helemaal met jou eens. Het is niet alleen maar wit of zwart of zo. En als je een nieuw instrument hebt wat over de wereld gaat, dan heeft dat heel veel witte en ook heel veel zwarte kanten. Zeg maar, al die zendelingen hoeven niet meer met die bijbels te sjouwen, want die kunnen gewoon dat via de iPad doen. Dat is een groot voordeel. Vanuit de zendeling bekeken is dat een krachtige verbetering. Als je kijkt naar de grote universiteiten, die grote universiteiten in de wetenschap is het steeds meer een transfermarkt. Dat zie je gewoon. Dus dat betekent dat grote universiteiten hebben ook voldoende middelen om goede docenten wetenschaps aan te trekken. Zo zit het in elkaar. En als jij een prijs hebt gewonnen en je bent goed, heb je kans dat je de volgende dag gebeld wordt en dat je met je hele boeltje naar Max Planck verhuist, zal maar zeggen, omdat je daar welkom bent. Dus dat speelt hier straks ook. Een ander ding is dat niet automatisch betekent dat je dus altijd als top het goede hebt. Ik wijs op het voorbeeld van de videoband, de Betamax. Philips had de beste band, maar was geen wereldleider, omdat anderen op een slimmere manier tot standaarden kwamen waar Philips niet aan meedoet. En dan ben je op dat moment misschien wel de beste, maar je wordt er toch uitgedrukt. En dat kan ook gebeuren hier. Dus het blijft leuk. Hè? Beste, oké. Ik kijk om me heen, ik zie één vraag. We gaan nog twee vragen denk ik doen. En ik denk dat dan wel de dag lang genoeg geduurd heeft voor velen van jullie. Ik zie hier nog een vraag.
Loopt het ook niet gevaar dat universiteiten worden leeggezogen, omdat juist die star players, juist die ultieme fantastische docenten en wetenschappers zo goed zijn dat ze universiteit niet meer nodig hebben? Ik bedoel, Sebastian Trun heeft Stanford verlaten omdat hij in zijn eentje een heel bedrijf kon storten waar hij zijn heel zijn expertise en zijn kwaliteit neer kon zetten. En straks krijgen we zulke Champions League docenten die in een eentje een universiteit kunnen zijn. En als zelfstandig merk, als zelfstandig brand, los van welke organisaties dan ook hun kennis kunnen delen. En dat zou natuurlijk een hele andere manier. Ja, dan krijgen we een hele andere manier om tegen hoe onderwijs georganiseerd gaat worden. In ieder geval voor de grote standaardvakken waar Timo op reageert, waar ik ook helemaal mee eens ben. Dat dat soort vakken gewoon, ja, die hebben hun starplayers nodig, maar die hebben geen universiteit nodig om gegeven te kunnen worden. Een laatste opmerking. Iemand de eer? Makkelijk om standaardvakken af te doen, die kun je wel met een MOOC doen. Er is een onderwijskundige, ik weet niet meer wie, die zegt kennis kun je niet overdragen, het is geen ziekte. Kennis moet je construeren. En dat moet er in MOOCs ook ingebouwd worden. Ik hoop op MOOCs die er nu komen, dat dat meer tot zijn recht komt. Ik zie, ja. Ik kijk ook heel even naar mijn collega's wat de tijd nu is. Ik heb een korte reactie. 5 over 5. Ik heb een hele korte reactie als afsluiting. Oké. 5 voor 5. Nou, ik vond het eigenlijk wel een mooie afsluiting om inderdaad te zeggen, het wordt een geweldig moeilijk in discussie. We hebben nu allerlei elementen daarvan gehoord, maar ik heb juist de laatste ontknoping heb ik eigenlijk voor mezelf gehoord. Het meest eenvoudige oplossing is, we heffen de universiteiten op, het worden eenmansbedrijfjes. Nou, dan is deze discussie ook keurig geslaagd met een echte conclusie, want het wordt allemaal beter en het wordt allemaal private enterprise. Oké, een hele andere nieuwe discussie. Als we nog 5 minuutjes hebben, we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Volgens mij zag ik daar net ook iemand die graag nog wou spreken. Valerie? Ik denk zelf trouwens niet hoor dat die universiteit 1, 2, 3 weg is. maar toch even, misschien is dat gezien mijn nieuwe functie niet zo'n verstandige opmerking voor mij. Ik denk nou niet dat het daarover gaat. Kijk, universiteiten en hogescholen hebben niet als doel om zichzelf in stand te houden. Ze hebben als doel om goed onderzoek te doen en goed onderwijs te geven. Dus online onderwijs als aanvulling op, als ik het zo kan zien. Ik wou nog één ander thema adresseren als het kan. De MOOCs zijn eigenlijk bijna allemaal Engelstalig. En in Europa hebben we nogal wat talen beschikbaar. En die talen worden ook gebruikt in alle onderwijsstructuren, inclusief het hoger onderwijs. Ook in Nederland wordt er nog steeds veel Nederlands gebruikt. In de bacheloropleiding, bij de masteropleiding is het minder. Dus ik wil een stevig pleidooi houden voor een meertalige aanpak. Absoluut noodzakelijk. De Europese Commissie moet daar denk ik heel erg op letten. Er is niet maar één taal. Die wordt wel veel gebruikt. Maar in het onderwijs, zeker is het in de lagere onderwijssectoren natuurlijk helemaal aan de orde. Maar zelfs in het hoger onderwijs is Engels als taal voor al die landen in de wereld niet het enige middel wat we moeten gebruiken. Vooraan. Nou ja, volgens mij moeten we hier erg in de gaten houden wat de technologie gaat mogelijk maken. Ik zelf ben bij de Khan Academy betrokken. Daar wordt nu door 17.000 mensen wereldwijd gewerkt aan het vertalen van alle onderwijsmaterialen in de Khan Academy. En edX is zo opgezet dat teksten die worden uitgesproken in een video automatisch meelopen. En als je in je browser zegt vertaal de site voor mij, staat het daar in het Chossa. Dus je krijgt gewoon een heleboel vernieuwing. Het blijft wel de Engelse taal en de Engelse wereld, maar als je dat nou vanuit Europa ook neerzet, dan kun je elke taal in Europa ook in andere talen vertaald de wereld oversturen. Ik zou daar een groot pleidooi voor willen houden, dat we een Europees platform creëren waar je dat ook mee kan. Mag ik eventjes terug? Ik bedoel niet voor reageren, maar ik bedoelde niet alleen maar vertalen. Ik bedoelde ook lokaliseren. Hè? Dus de cultuurafhankelijkheid van wat je doet is groot. En je kunt het nog zo mooi automatisch vertalen. Of vertalers erop zetten. Dan is het wel vertaald. Maar is het niet vertaald in een andere zin. Namelijk naar de lokale context. En dat lukt je niet. Wacht even. Ik zie hier iemand met een vinger omhoog. Ja. Ja, want in eerste instantie was dat ook een argument wat ik heel mooi vond voor Europese samenwerking aan MOOCs. Maar als je ook nu naar Coursera kijkt,
bieden zij nu al MOOCs aan in 4 talen, ook in het Italiaans, door een Italiaanse universiteit, in het Spaans, door Mexicanen en Spanjaarden. Dus dat gaat zeker heel snel. En dan ben ik benieuwd, wat is dan nog het argument in de talendiscussie? Repliek, daar. Nou ja, volgens mij moet je onderscheid maken tussen producenten van materiaal en gebruikers. Wij gebruikers zullen moeten contextualiseren. En dat is of het nou naar je arbeidsmarkt of je academische veld is. Een statistiekcursus voor een socioloog is iets anders dan een statistiekcursus voor een natuurkundige. Alleen de productie van het materiaal zal maar door een paar starteaches worden gedaan. En die zullen in alle talen beschikbaar komen. En je zult dus moeten gaan werken met dat materiaal in je lokale context. Volgens mij moet je je daarop gaan voorbereiden als je niet tot die kleine elite gaat behoren die erin slaagt om daarin succesvol te zijn. Oké. Okay. Iemand daarop nog weerwoord? Ik zie daar ook nog een hand omhoog. Ja, het idee is toch van technologie. Ik bedoel, nu wordt er nog 22 miljoen geïnvesteerd in zo'n bedrijf. Maar zometeen, ik bedoel, met mijn telefoon maak ik hem ook. Dus de kosten die kunnen echt dramatisch naar beneden. Dus als ik behoefte voel om het in mijn eigen manier te vertellen naar mijn mensen toe in mijn community, dan sta ik daar vrij toe. Ja. Dan gaan we als heel veel nieuwe lokaliteiten over. Voilà. Oké. Okay. Ik zie daar nog achter je, Martijn. Je moet iets wel zeggen. Dan is wel de voorwaarde dat het materiaal open is. Om weer terug te gaan naar, naar Fred. Ja. Dus. Om te concluderen denk ik dat het materiaal dus voornamelijk, als ik het zo heb gehoord, dat het open mag blijven. Er zijn nog wel bedenkingen bij sommige onderwerpen dat het misschien niet bij alle informatie kan. Maar toch wel in veel gevallen het inderdaad dus een middel is, open education, om onderwijs een extra toegevoegde waarde te geven, om te vernieuwen. Om het beter te laten werken volgens mij. En ik denk dat we die nuances in dit debat wel hebben kunnen raken. Dus mijn grote dank daarvoor. Nu is het ook belangrijk wie Niels het meest overtuigend vond. Dus we gaan kijken naar de jury, wat hij ervan gevonden heeft. Hallo, ik ben de jury. Oké, allereerst bedankt voor het debat. Ik vond het een leuk debat. Volgens mij ging het ook wat verder, wat langs dingen die ook voornamelijk vaak worden aangekaart in open education debat. Al ben ik geen expert, maar ik had het idee dat het op sommige punten best wel de diepte in is gegaan. Voornamelijk over het feit van wat doet het nou met de bewegingsvrijheid van docenten en dergelijke. Er waren een hoop goede mensen, een hoop goede argumenten, een hoop leuke argumenten. Het is moeilijk om het allemaal bij te houden als ik de namen niet van iedereen weet. Maar ik heb het zo goed mogelijk proberen te doen met allerlei kleurrijke omschrijvingen van mensen. Die dikke daar. Precies, ja. Ik zeg niet wie dat dan is. Oké, dan heb ik de prijs voor eloquentie. Wie ik vond die het meest vermakelijk was en toch ook leuke dingen heeft gezegd. En een prijs voor argumentatie. Wie vond ik dat de beste argumentatie heeft gebracht? En daar let ik voornamelijk op. Er zijn in dit debat veel voorbeelden genoemd. Veel dingen gezegd van zo zit het nu, zo zit het in elkaar. De manier waarop wij normaal gesproken debatteren, zouden ze zeggen van dat laten we vallen, want u heeft niet uitgelegd waarom het zo in elkaar zit. Maar dat is uiteraard logisch, dit is niet de debatsport, dus dat snap ik ook dan wel weer. Maar ik heb dan wel in ieder geval op gelet wie ons als niet-experts op open education ook goed hebben uitgelegd waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dan zou ik beginnen met de eloquentieprijs. Ik heb dan toch ook wel gelet naar mensen die dan toch wat meer het woord namen dan mensen die één keertje aan het woord zijn geweest, al kunnen die hele leuke, mooie, goede dingen hebben gezegd. Wat mij betreft, de persoon die het meest heeft kunnen overtuigen met zijn manier van spreken, zijn lichaamshouding, zijn grapjes, zijn intonaties en interessante invalshoeken, vond ik de meneer aan de linkerkant op de tweede rij die naast die meneer zit met die bril. Dus dat is Peter. En dan de prijs voor de argumentatie. Natuurlijk ook een heel belangrijke prijs.
Ook daar zijn interessante dingen gezegd, ook door de meneer uit van de TU Delft. En ik heb ook een hoop goede dingen gehoord van deze twee wat jongere mannen op de eerste rij aan de rechterkant. En de meneer met de bril en de iets wat grijzige haren op de derde rij aan de rechterkant. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de prijs voor de beste argumentatie die het best heeft kunnen verklaren waarom dingen zijn zoals ze zijn. De meneer aan de linkerkant op de tweede rij met de bril. Gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie het hier allemaal mee eens zijn. Niet vechten wordt om de wijn dadelijk. En nogmaals bedankt voor het debat en ik hoop dat jullie het een interessant en leuk vermakelijk debat hebben gevonden. Ja, ik geef het woord weer. Oké.